Ik had geen idee hoeveel. Ik ging dan bijvoorbeeld in mijn app Livesum. Deze app gebruik ik, Livesum. Kan je dus alles invoeren wat je eet. Maar dan moet je wel weten hoeveel gram iets is. Dus altijd op gevoel gewoon havermout. Alleen, ik wil 40 gram havermout eten. En ik maak het met water. Ik maak met water en een halve banaan. Dit is dus een tip op bol.com. In het eetdagboek. Mijn moeder heeft iets van 8 weken lang groente op zuur gezet. En ik hou van alles, zeg maar Amsterdamse uitjes, zilveruitjes, augurken. Alles wat zuur is. Het is zover. Hij mag open. Dus ik heb 1 pot, mijn zus heeft 1 pot en zij zelf. En zij heeft het dus gisteren al gegeten. Het was heerlijk, zei ze. Mooie pot. Een mengde groente op zoet, zuur, azijn. Na openen, koel bewaren. Ik begin natuurlijk met die bloemkool. Lekker! Zo'n linzencracker met hummus en dit. Ik heb net deze hele broccoli gekookt. Ik ga daar dus wat van die zure dingetjes door doen. Feta, tomaat, bosui en peper en zout. Dat is mijn lunch, jongens. God, god, god. Gaat het goed, hè? Zo lang heb je nog nooit volgehouden. Ja. Mijn oom, dus de broer van mijn vader, ik had laatst een feestje in Groningen. Oh ja, dat brengt mij op het volgende punt. Dingen die jullie niet zien in de vlog. Hè, we hebben het natuurlijk laatst gehad over wat ik met Sydney doe. Dat ik dat niet vlog, omdat ik dan gewoon met haar ben en daarvoor kies. Maar dat heb ik ook met mijn familie. Dus ik ben heel vaak in Groningen in het weekend of zij komen hier. Dan zie ik mijn broertjes, mijn vader, mijn moeder, mijn zus. Heel vaak ook mijn zus. Ik woon niet zo ver hier vandaan. En dan vlog ik eigenlijk nooit. Maar goed, daar sprak ik dus mijn oom. Die was bij mijn vader. En die was helemaal enthousiast over deze kokosyoghurt. En omdat ik natuurlijk geen zuivel eet... Wow. Oh. Ja. Dit is een hele andere koek dan de kokosyoghurt van Alpro. Echt zuur en een verse kokossmaak zit aan. En bij Alpro smaakt het toch meer alsof het is toegevoegd. Want ik snap het enthousiasme wel. Artisjok en gezonde keus. Oh, ik hou er een eetdagboek bij. Als stond achter de deur ook. Om te laten zien dat je ze lekker kan eten. Zonder. Artisjok en kikkererwten. Oh, het is heel lekker. Kijk, wit brood mag ik dus ook eigenlijk niet. Ja. Top. Ravioli met ricotta, avocado, lemon butter en parmesan. Ja. Mackerel Riet, bruschetta. Fried cauliflower.
Wat mij heel goed bevalt is 's middags de grootste maaltijd eten. Dus ik heb vanmiddag al allemaal van die wraps gemaakt. Van die bieten wraps met allemaal onzin erop. Ik ben 1 kilo weer afgevallen, maar ik eet ook echt goed. Je hebt ook wel wat snacks gezien, zoals het gefrituurde bloemkool en zo. Dat is niet licht in calorieën, maar ik heb geen snoep gegeten. Wel friet. Ja, gewoon geen suiker eigenlijk. En veel groenten. Nou, ik heb nu een courgette soepje vanmiddag gemaakt. Ik heb Sydney gegeten. En ga ik nu straks eten als mijn laatste maaltijd. We hebben een pizza van Maggioni. En dat is gemaakt van 37% bloemkool. En de rest deeg, neem ik aan. 100% vegan. Ga ik nu saus, rode ui, tomaat, geitenkaas, olijven en misschien anchovies voor Richie op doen. Nee. To Canberra. Canberra. Because I miss it. Miss it? Yeah. You have been there? Yes, I've been in Canberra, but not in Sydney. Well, I think you might be pulling my leg. Huh? I told you years ago. That's why I asked you, do you remember much of the city when you grew up? You said, nay, I was 4 when I left. So you have been to Australia? Yeah, but only Canberra, not in Sydney. You didn't know this? Yeah, do we? You never listen when I talk, eh? Huh? Richie let gewoon nooit op. I thought you would be interested in this kind of information, eh? It's your hometown, home country. We have been to Australia, you know that. Nah, you've never been there. Don't tell me you've been to my country. You say I've never been there. I've been to Canberra. It's part of my country. Yeah, but you said it's so far apart, it's a different world. So I. Yeah, but it's in the middle of my country. Yeah, but it's in the middle of New South Wales. Yeah, Canberra. It's its own state inside New South Wales. I assumed you saw it as two countries. Okay. Where did you land? Where did the plane land? Canberra. Canberra City. Canberra City. You're such a loser. She's a liar, a story maker upper. How long did you believe me? No, I think, listen. Was there a moment you thought yes? Huh? I've enjoyed living in Holland this time better than the other two times that I lived here. Always copying me. I was actually born. Always copying me. I was actually born in Lisse. I grew tulips. And then, 75 years before. Then you moved to Australia. Leiden, no, just close by. Get closer to the water. Okay. Then, you're hungry? Then I lived in. Want a glass of wine? Balkenburg. Beautiful down in the south, if you haven't ever lived there before. But they want Richie to make up a jingle with a song, yeah, song. Sydney, can you sing? Een van mijn, ik heb dus, wat jullie niet van mij weten, echt 100 jaar in de horeca gewerkt. En wat ik altijd fout zie gaan op televisie als mensen een fles champagne openmaken, is A, dat ze dus heel nerveus worden van dit ding. Maar als je 6 keer draait, is die open. Dus dan kan je gewoon in de meanwhile een gesprek hebben. En dan schenken ze hem zo in. En dan schuimt hij dus veel te veel. Dus mijn tip. Dat het op het randje zo erin glijdt. En dan heb je een mooi glaasje. Is het iets voller?
Weet je, moest 1,5 uur in de rij staan voor die kip. Dat was heerlijk. En we hebben dus 1 extra portie gekocht. Dus we gaan dat lekker nu opeten. Welke wil jij? Ik wil deze. Even better than in the park, because now I can relax. Wij mogen in dit gebouw niet barbecue in verband met brandgevaar. En Richie is natuurlijk door Australische heritage helemaal barbecue obsessed. En dus als wij dan een keer iets kunnen eten wat gebarbecued is, zijn we helemaal blij. Oké, even een update. Er gaan een aantal dingen goed, een aantal dingen niet goed. Wat goed gaat is dat ik totaal geen snoep en suiker heb gegeten. Suiker is dus een hele harde nee, nooit. Maar andere dingen, dus als ik uit eten ga of eten ga maken, wat is nog gezond en wanneer is het niet meer gezond? Bijvoorbeeld bij 2 restaurants al hadden ze gegrilde broccoli, maar het was dus gefrituurde broccoli. Ja, de gefrituurde bloemkool. Dus dan is de bloemkool aan zich natuurlijk prima en leuk dat het een vleesvervanger is. Dat zijn dan van die cauliflower wings, noemen ze dat. Maar het is wel gefrituurd. En later een keer een bitterbal. Denk van ja, kijk, wijn is natuurlijk niet gezond. Ja, dus wat wel, wat niet. Dus ik zit nu mijn eetdagboek te editen en ik heb meteen weer inspiratie voor mijn eigen vlog. Van oh ja, het kan nog veel meer groente zijn dan wat ik al doe. Ik heb een paar van die ingevroren maaltijden besteld. Voor als ik geen tijd heb, maar wel echt gezond wil eten. Dit. Ik ga nu voor deze 8 minuten in de pan. Cauliflower, spinach, carrot, red onion, chicken style pieces, tomaten, rice, coconut milk, garlic, koriander, red chili pepper, chickpeas, 200 gram groente en hoog in proteïne. Ik vind het formaat perfect. Het is volgens mij 450 calorieën. Heel lekker. Mijn zus had mij dit getipt, dus ik had eigenlijk al best wel hoge verwachtingen. Ik zet de prijs in beeld. Oké, hier ben ik kikkererwten aan het roosteren. En dit is een salade met radijs, lenteui, die zure groenten van mijn moeder. Komkommer en vleestomaat. En dan ga ik nog een blikje mais erbij doen. En dus deze, en dat is mijzelf. Dit is voor Sydney. Halloumi, pijnboompitten, mais, rijst en kikkererwten. Even laten afkoelen. Olijfolie erdoor. Groente, zout, zwarte peper. Wil je wat eten? Nee. Kom maar. Sydney en ik waren vanochtend op het strand. Dus we zijn net onder de douche geweest en in bad. Omdat we helemaal in het zand zaten. Maar ik denk net of het avond is, hè? Voor ons. Omdat we met natte haren zitten. Ja. Wat meer? Eten? Nee. Wat dan? Nee. Wat wil je? Nee. Deze? Nee. Kijk eruit. Wil je daar zitten? Ja. Nee, dat mag niet. We zijn klaar met koken.